De mooie mensen gaan voor. Nou. Jij probeert mij te hosselen voor jezelf. Vandaag krijg je muts. Ja, nou. Op zijn hoofd. Yo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering KookTV Backstage. Deze aflevering staat volledig in het teken van de feestdagen. Ik ga vandaag Rick verrassen. Hij is 18 jaar, woont in Tilburg, studeert in Utrecht aan de Popacademie en heeft ook nog eens meegedaan aan een tv-programma. Is hij tot de finale gekomen. Dus dat betekent dat deze jongeman mega getalenteerd is. Ik zit dus al weken naar hele mooie kerstmuziek te luisteren. Maar ik denk wel dat we toe zijn aan een nieuwe, vette, dikke kersthit. Dus Mariah Carey, Rick en ik gaan een hele vette nieuwe song schrijven. Eat Your Heart Out. Let's go. We zijn nu onderweg naar Rick. Hier heb ik mijn vragen voor hem. Dus ik ben ontzettend benieuwd of hij zoveel mogelijk vragen goed kan beantwoorden. Maar ik denk het wel. Het is daar. Het is rustig hier. Het is bij mij in de Randstad niet zo. Het is altijd herrie. Ik hoop dat hij thuis is en dat hij niet naar school is. Dat zou heel lullig zijn. Oh, hij zit er! Ik zie hem! Ik zie hem! Oh, shit! Hij zit daar voor de tv. Achter die auto, ja. Oké. Oh! Ik zag al iets, ik denk, alles goed? Ja hoor. Ik ben Shirien van Backstage. Ik heb wat leuks voor vandaag. Ik ben benieuwd. Mogen wij onszelf even binnen uitnodigen? Tuurlijk, kom binnen. Ha, hier zijn al hele mooie kerstsferen, ja. Kerstboompje erbij. Heerlijk. Ik volg je al even op Insta en ik heb al gezien wat je allemaal hebt gedaan. En een goede vriend van mij, Jordan Broy, is aan het toeren. En wat hoor ik nou? Ja, ik mag een duetje met hem zingen. Mag je een duetje met hem zingen? Voor de mensen die het niet weten, Jordan Broy is een super toffe artiest. Die helpt deze jongeman ook nog eens een stukje verder. Maar voordat we verder gaan, ik heb ook een paar vraagjes voor jou. En ik heb ook een aantal opdrachten. Alle vragen die staan wel natuurlijk in het teken van de kerst. Jij kan dit. Oh. Ready? Ja. Voor vraag nummer 1. Hoe vaak denk jij dat All I Want For Christmas afgespeeld is op Spotify? Nou, doe die krekel maar erin. Oké, vraag nummer 2. Wat zijn de namen van de bandleden van Wham? En wat is hun bekendste hit? Eén naam sowieso weet ik. George Michael. Of course. Het bekendste nummer is Last Christmas. Maak het volgende couplet af. I'm driving home for Christmas. Dun, dun, dun. Doe ook gewoon goed. Ja. Hij is goed. Zing samen jullie favoriete kerstlied. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Hey, lekker hoor. Zing het volgende kerstliedje. Holidays are coming. Holidays are coming. Holidays are coming. Maar je kent het wel, toch? Ik ken het wel van de reclame. Van de reclame. Tuurlijk. Van Coca-Cola. Ik heb dan voor jou gewoon de tekst meegenomen. Oh jee. A wonderful dream of love and peace for everyone. Of living a life in perfect harmony. A wonderful dream of joy and fun for everyone. Celebrate a life we all for free. Weet je wat? Ik ben klaar met de vragen stellen. Ik ben klaar met de opdracht. Ik ga je vertellen wat wij vandaag gaan doen. Oké. Okay. Wij gaan namelijk samen Mariah Carey even overtreffen met een nieuwe kersthint. In de studio. Oh. Met mijn team, mijn producers en mijn schrijvers. Gruwelijk. Gruwelijk? Dat gaan we doen. Ja. Oké. Je studeert. Wat doe je precies? Zang. En ja, gewoon op de Nederlandse Popacademie. En ik ben elke dag gewoon bezig met muziek. Heb je wel eens iets opgenomen in de studio? Ja, sowieso mijn eigen tracks. Ik werk met producer bijvoorbeeld één uit Macedonië. Dat is een soort van techno-pop producer. Die komt in januari uit, dus... Waar ken je die gozer van dan? Mensen uit mijn opleiding, producers en zo, en die zeggen van ja, die willen heel graag met jou werken. En die connecten mij dan. Hey, maar jij hebt meegedaan aan het programma. Wat heb je er nu aan overgehouden? Ja, iets meer bekendheid. En het was natuurlijk ook meer voor mij de ervaring. Een half jaar geleden was ik super onzeker en ik durfde niks. Ja, ik was anders, hè. Je zingt, je doet andere dingen wat andere jongens niet doen, dan ben je meteen gay. Waar ben je? Dus ja. Nee, ik ben bi. En wie zat ik gay? Ja, dat wist ik wel. Ik heb een hele leuke vriendin. Ja, dat is super. En weet je, ik denk gewoon bij dat soort dingen, mensen ze maar lelijk doen over jou, over hoe je eruit ziet of hoe je eruit hebt, dan is het hun eigen onzekerheid. Mm-hmm. En ik heb er ook mee geworsteld.
Nou, gestraald, meid. Nou, dank je wel. Ziet er echt goed uit. Ik denk dan vaak van, kies voor je eigen geluk. Ja. En als je straks in je kist ligt, ja, dat je jullie leven hebt voorgelogen. Ja. Dat ga ik echt niet doen. Nee, het leven draait uiteindelijk allemaal om de liefde. Het is all about happiness. Zeker. En daar helpt kerst heel erg bij. Precies. Precies. Oké, dag. Ha! Aangekomen Zevenhuizen. Ja. Dit is Annika. Annika is een producer, maar is ook een schrijver. Dus die schrijft ook heel veel mooie muziek. En Sjoerd. Sjoerd de Vries. Welkom. Dat is mijn vaste producer. Wat gaan we doen? Een kersthit maken. Een kersthit maken. Heb je een beetje nagedacht of het nou Nederlands wordt, of het Engels wordt, of het een snel liedje wordt, of het een ballad wordt? Engels. Engels. Er moet een boodschap in zitten. Oh, lekker kerstig, hè? Ik wilde gewoon heel graag met mijn eigen team werken. En mijn team, die zorgt er altijd voor dat we een knijter van een hit schrijven. Dus... stop met praten. We gaan een Engelstalig liedje schrijven, maar het moet wel kerstig zijn. Ja. Kom, ga. Let's go. Oké. De mooie mensen gaan voor. Nou. Oké, aangekomen boven in de studio. Sjoerd en Annika die zijn al een beetje begonnen. Kunnen jullie al wat laten horen? En hoe gaat deze dag er een beetje uitkomen te zien? Nou, we kunnen het eerst even gaan hebben over waar je het precies over wil hebben. Qua tekst. We kunnen kijken naar de structuur. Hoe gaan we beginnen? Wat voor refreintje komt er? Yes? Yes. Oké, dan. Ja, let's get started. Nou, we hebben het er wel over gehad in de auto al. Dingen die vaak wel gebeuren en dat kerst eigenlijk het juist positief moet maken of zo. Mensen bij elkaar brengen. Ja, een beetje dat het al het gezeik even wegdenken en dat we gewoon één familie zijn. Ja, hoe doe je dat dan eigenlijk? Hoe begin jij als jij een tekst gaat schrijven? Qua kerstlied dacht ik van, wat schiet er mij te binnen als ik aan kerst denk? Gewoon wat losse steekwoorden opgeschreven, wat losse zinnetjes. Het is niet dat ik mezelf opleg van, het moet erin, maar meer een soort van, ja, je kan daar altijd op terugpakken. Misschien iets voor de pre-chorus inderdaad. Een pre-chorus, dat is dus net een stukje voordat we naar het... refrein. Een soort van build-up. Zo schrijf ik normaal nooit. Het is misschien wel fijn inderdaad. Hoe schrijf jij normaal? Ja. En soms kom ik in één keer bijvoorbeeld, dan zit ik fiets of zo. En dan zit ik na te denken en dan denk ik van, hè? Oh, dat is eigenlijk wel goed. En dan pak ik meteen mijn mobiel en dan... Ja. En dan... Ja. Dat doen we Annika en ik ook altijd. En misschien is het ook wel leuk dat we dan in het refreintje tweestemmig dingetjes doen. Jij probeert mij te hosselen voor je song! Oké dan. Hey, hoe ver zijn we? We hebben nu coupletjes, we hebben refrein, dus dat betekent... Het gaat lekker. En we kunnen gaan opnemen. Zullen we nog even springen, even doen? Even de zenuwen eruit springen? Shakalakalaka! Shakalakalaka! Al heel veel zangers en zangeressen die doen altijd een beetje opwarmen, maar ik doe het eigenlijk nooit. Ja, heeft iemand water? Nou heb ik wel water nodig. Oh kijk, nou wordt het ineens een sterrenlures en zo. Ja. Wat de hel is dit? Dat is een laxfox. En het is eigenlijk om je stembanden... Laten klapperen. Laten klapperen. Ik doe ook vaak eigenlijk nooit dit. Heel goed. En ik heb deze nog, hè? Deze is voor echt gevorderde, ja, dat ben jij. Zet hem maar op, ja. Ja, kijk eens. Vandaag krijgt hij een muts. Ja, nou. Op zijn hoofd. Oké. When I'm with you, when I'm with you, I know. Dat zou ik doen. Ja. Als je zeg maar een kriebel in je keel hebt, dan moet je slikken. Nu klink je ineens als een hele strenge Cher, maar dat ben ik helemaal niet. Maar het is beter voor je. En probeer die Christmas echt erop te zitten. Christmas. I cannot control that my heart keeps on long for Christmas. Christmas. Oh, dit was wel f***ing goed, man. Dat eerste stukje, misschien kun je beter vanaf dat tweede stukje inprikken en daar doorgaan. Christmas. Alsof je die A... Christmas. Christmas. Ja. Christmas. Sparks are everywhere when I'm with ya. When I'm with ya. It's the best time of the year. Bam. Dus nu nog de brug. En dan zijn we er bijna, want we hebben al twee coupletjes. En een refrein. Ja. En we zijn er... Kerst dit verder. It's Christmas. Yeah! Yeah! Oh, is die allereerste eigen song?
Wat vind je ervan? Vet! Ja! Nou, wat vind je er het vetst aan? Het geheel. Dat ik van toen we hier binnenkwamen, dat ik niet gedacht had dat het dit zou worden. Nee? Nee. Oké, okay, we hebben een liedje geschreven. Ik heb je zelfs opdrachten gegeven vanmorgen. Maar ik heb nog één verrassing. Ah, ja? Okay. Je kan het helemaal niet. Ja. Het is natuurlijk bijna kerst, als in morgen. Je kent die Coca-Cola truck toch? Jij in die reclames toch altijd, hè? Ja, maar wij gaan het in het echt doen. Ja? Jij gaat dit liedje zingen voor de truck en er staan allemaal mensen omheen. Oh, echt? Oh. Dat is wel heel vet! Holy dat is zo cool. Dus, inpakken en wegwezen! Let's go! Nou, meneer de Kerstman, Rick en ik zijn vandaag de studio ingedoken om een nieuwe kerstlied te schrijven. We hebben natuurlijk al vette liedjes gehoord, maar Rick heeft vandaag ook iets heel vets gedaan. Waar gaat het over? Het gaat over dat je alle shit die je mee hebt gemaakt. Alle ellende die je mee hebt gemaakt, even vergeten en lekker met elkaar bij kerst zijn. En daar gaat het. En dat is ook zo. Zeker. Kom maar even knuffelen. Had echt nodig. Nou, nu is het natuurlijk tijd voor het kerstliedje. Zo is het. Ben je er klaar voor? Zeker. Heb je de tekst die je komt zoeken? Daarna zijn jullie ready voor Rick. Christmas. Sparks are everywhere when I'm with ya. When I'm with ya. It's the best time of the year. It's Christmas. Since I met you, life is so much better. I wish that every moment with you could last forever. Zo, het zit er weer op. Ja. Wat voel je van vandaag? Super vet. Wat vond je het allerleukst? Toch wel het optreden, dan als bij elkaar komen, is echt top. Ik heb ook echt van jou genoten. Thanks. Ja. Ook van jou. Ja, wij hebben namelijk hele goede gesprekken gehad in de auto. Ja. En ik heb het gevoel dat ik hem echt ken. Nee. Vond je dit nou ook een vette aflevering? Geef me dan een dikke duim. Vergeet je belletje niet aan te zetten. Een hele fijne kerst en ik zie jullie volgend jaar. Dankjewel, later. It's the best time of the year. Oh, it's Christmas. I feel it in the air. It's Christmas. Sparks are everywhere when I'm with ya. When I'm with ya. It's the best time of the year. Ik ook niet. Ik ook niet.